Waarom naar de beeldbuis staan? Alsof er echt niets anders was. Ondanks het slechte weer hebben we toch wel een goede inschrijving gehad. Hetzelfde aantal ongeveer als vorig jaar, als de laatste jaren, laat ik maar zeggen. En 650 deelnemers ongeveer. Alles wat organiseren betreft werkt alles mee. We hebben 4 dagen, dus van dinsdag tot en met vrijdag 3 routes. Van 25, 45 en 65 kilometer. En altijd een andere richting op. Dan naar het zuiden, naar het oosten enzovoort. Vandaag dus naar Oldenzaal. De 25 kilometer is dus bedoeld voor de kinderen. Daar hebben we ook kinderactiviteiten bij. Schilderen van schilderijtjes maken en t-shirts schilderen. We hebben een animatieteam van Preston Palace die onderweg wat doet. En dat is perfect. Ik heb al heel wat jaren meegedaan en ik vind het gewoon leuk en gezellig. En met elkaar te fietsen en weer nieuwe plekjes te ontdekken. Is het nodig om te trainen van tevoren? Ja, misschien voor sommigen, maar ik fiets zoveel dat ik dus niet extra mijn beste voor doe. Het is een aanrader? Ik kan het zeker mensen aanraden, want het is echt wel een hele mooie omgeving en alles wat er is. Ik schat zo'n 30 mensen die vrijwilligers, die nu dus zeg maar druk zijn met het bemannen van allerlei dingen en bepeilen. Want wij zijn dus sinds vorig jaar begonnen met het peilen van de routes. Dus de mensen hebben kunnen ze de routes in via het peilen, maar ze kunnen het ook zien op papiertje. Dus als ze een paar fouten maken, dan kunnen ze op papiertje terugkomen. Maar in principe is alles bepeild. En dat bevalt uitstekend. Dus wat dat betreft, en ook wij zijn ook met scootmobielen begonnen. En ging vroeger met Interact Contour en dat ging hartstikke goed. Helaas kan dat niet meer in verband met personeel. En nu proberen we dat weer opnieuw op te bouwen. En we hopen dat volgend jaar weer respijt hebben. Wat snelheid betreft geen ongelukken. Wel met een lekke band en versnelling kapot of de rem kapot. En dat kunnen wij dus met 2 pechauto's bemannen we en die gaan onderweg de mensen helpen. Precies dat u hier ook aandacht voor heeft. Heel hartelijk welkom bij deze bijzondere gebeurtenis. Dank u. Ter ere van toch wel een hele bijzondere inwoner die u bent van onze stad, meneer Schwartzer. We hebben tijdens de Veteranendag op 22 juni, zoals u net zei, ook al een heel fijn gesprek kunnen hebben. We hebben al kennis kunnen maken. En ook toen maakte het weer bijzonder veel indruk op mij wat u in uw verleden, in uw jonge jaren ook heeft meegemaakt, maar ook in de verwerking naar die tijd. Dus ik ben bijzonder verheugd en verguld dat we nu vandaag dit moment hier kunnen hebben. 93 jaar, meneer Schwartzer, waarvan u 70 jaar heeft moeten wachten op de waardering en het respect van de regering en van ons als samenleving. Zeker na alles wat u heeft meegemaakt, verdient u, zoals ik al eerder zei, het grootste respect en de grootste waardering van ons als Nederlandse samenleving.
En die waardering en erkenning heeft u vroeger niet gekregen. U heeft er tot vandaag op moeten wachten. Tering, als eerste dus het mobilisatieoorlogskruis. Die man is nu 90 in die tijd. Op dat moment was hij 90. Ik denk, dan moet hij veel in de oorlog hebben meegemaakt. Dus op een gegeven moment kwam er een bepaalde regeling. En wat hij onder andere vertelde is dat hij nooit de erkenning heeft gehad van de Nederlandse regering. Dat hij dus voor de Nederlandse staat heeft gevochten daar. En dat deed hem echt zeer. En op grond daarvan heb ik dat opgepakt. En toen kwam er een of andere berichtgeving over een backpay-regeling. Nou, die heb ik toen aan het rollen gezet en hij heeft een bepaalde uitkering uiteindelijk ook gekregen. En daarna zijn eigenlijk de militaire onderscheidingen gekomen. Eindelijk, klaar. Afsluiten. Dat doe ik met name voor hem. Want dat gevoel heeft hij namelijk. Dat hij zegt van, nou, oké, erkenning. En hij is 93, dus de dagen tellen harder voor dit soort mensen. Mag ik u feliciteren met deze onderscheiding? In de hand. Het is goed. Als u even zo gaat staan, dan kan iedereen... Applaus. Singing in the rain. Goeiemorgen, goeiemorgen.
goeiemorgen, goeiemorgen zonneschijn. Glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. Kunnen we iets vertellen over deze appartementen? Dat kan ik. Dit zijn appartementen die in de sociale verhuur liggen. Ongeveer 90 vierkante meter groot qua oppervlak. Twee slaapkamers en een groot balkon. We gaan hier 30 appartementen bouwen. En op dit moment hebben we er nog 8 beschikbaar. Het balkon van deze types appartementen is eigenlijk over de volle beukbreedte van de woning. En ongeveer 2,5 meter diep. En keukenblok is ingericht. Mensen hebben daarin een keuze uit de tegels en kleuren. Dat geldt ook voor de badkamer en het toilet. En het balkon, kun je daar doorlopen en bij de buren komen? Dan kun je niet doorlopen. De balkons zijn van elkaar gescheiden door middel van matglazen platen. Daar kun je ook niet doorheen kijken, dus iedereen heeft zijn eigen privacy. Alle mensen hebben een eigen fietsenberging. En het complex is bereikbaar ook met een liftpartij. En een prachtig uitzicht vanaf het balkon. En een prachtig uitzicht op de A, op België, op de binnenstad en ja, zongericht. En er zijn al heel wat van verhuurd. Dus het gaat om de laatste 8? Het gaat om de laatste 8 appartementen en de prijskaart ligt rond de €625. Hoeveel? €625. Komen de mensen dan in aanmerking voor huursubsidie? Ja. Ja. En vanaf maandag kunnen mensen zich weer inschrijven en aanmelden voor een huurwoning op Woonbureau Almelo. Dank u wel. Hey, wij zijn Bram en Jort van het YouTube-kanaal Gladjakkers. En vanaf nu kun je 6 weken lang elke week genieten van een verzameling van de beste video's van ons YouTube-kanaal. Hier op deze zender. Jort. Hey. Hallo. Zullen we vandaag een roadtour doen, hoor? Wat is dat vandaag? Welkom lieve kijkers van de Gladjakkers, vandaag weer een nieuwe video en vandaag hebben wij voor jullie een roomtour, of nou ja, een studiotour in de aanbieding. Loop eventjes mee. Daarom vandaag een hond. Daarom vandaag eventjes een tour door onze studio. Komt-ie. Ik doe het gewoon nog een keer een stukje, ja? Die landen aan de kant. Ja. Ja. We staan hier nu voor de ingang van... Ja, we staan voor de deur. We staan voor de deur. Volgens mij doe ik hier het script, ja, dus... Nee, maar jij zou... Ik zei dat je zou de deur doen en nu zeg je ingang. Ja, de ingang is toch veel mooier, dat snap ik. Oké, ingang, ja? Prima, het jouw script. Zou ik de roomtour doen, of... Nou, we staan achter de... Achter? Ja, sorry. Volgens mij staan we voor de deur. Nee, oké, okay, sorry, doe jij het maar weg. Goddomme, dat dacht ik ook. Nou, we staan hier voor de ingang van de Gladjakkers Studio. Laten we eventjes een kijkje naar binnen nemen. Oh. Staat even iets voor de wachtdoosjes. Godver. Kom binnen. Zoals je hier kunt zien hebben we hier een mon... Bram? Wat is dit? Dit is jouw huis. Hier ligt een geweer. Waarom? Niet mee. Oké, het is wel mijn huis. Ja. Waarom ligt hier een geweer? Nou, dit is de monitor waarop wij voornamelijk onze video's editen. We hebben hier nog een mooie 44-52 lens met dubbele cabrol aan de voorkant, extra zoomfuncties. Cabrol? Ja, cabrol. Hoe heet dat dan? Ja, dat weet ik niet, maar geen cabrol. Dubbele katrol aan de voorkant. Achter zit er maar ook nog... Maar ik had ook geen katrol. Wat is dat dan? Ja, dat weet ik niet, maar haal het gewoon weg, lens. Oké. Dit is een lens die wij gebruiken om te filmen. Dan hebben we hier
Wat hebben we hier? Dit is een... Ja, het slaat nergens op. Dit is een plant. Wat... Oké. Okay. Ja? Heb je mij erop? En de bank ook? Hier is naar rechts. Ja? Ja. Ja, goed erop allebei. Mm-hmm. Oké, okay, nou dit is misschien wel leuk om te vertellen. Deze bank, die hebben wij destijds nog van PewDiePie gekregen. Toen wij samen met PewDiePie een video opnamen. Die bank komt oorspronkelijk uit Zweden. Nou ja, Zweden. Hij komt van de IKEA. Maar we hebben hem wel... We hadden die toch gekregen van PewDiePie? Nee, ik had hem gewoon bij de IKEA gekocht. Maar oké, okay, als jij dat wil zeggen. Klinkt ja, wel vet trouwens. Zullen we dat gewoon... Je kunt wel doen als... Kijk, Zweden dat toch niet. Toen PewDiePie nog heel klein was in het begin, deed hij nog wel eens collabjes met grotere YouTubers. Had toen 500 abonnees of zo. Toen zaten wij rond de 1000. Toen hebben wij nog wel hem een beetje aan die views geholpen, op een zeker moment natuurlijk. Wil je zijn kanaal nog eventjes zien? Beetje lastig te vinden de laatste tijd op YouTube, maar... Volgens mij is hij gestopt ook. Is hij gestopt? Nou, die bank die hebben wij van hem gekregen dus. Ja? Dat is het verhaal erachter. Oké, dan heb ik hier... Heb je die kratjes staan er niet op, hè? Nee. Ons huisdier komen we dan aan. Dit is professor Dr. Gritson. Die moet even een close-up van... Waar is die vis? Oké, dit is onze tv. Wat is dat? Ja, ik kan dat even... Ja? Nou, dit is onze tv. Hierop kijken we nadat we de video geëdit hebben nog altijd eventjes de video terug om te kijken... Of... De tv doet het helemaal niet. Dan gaan we nog eventjes een kijkje buiten. Nee. Dat is niet zo. Niet zo handig. Ja. Dan gaan we nog even. Het staat echt heel erg in het donker. Ja, beter. Ik zeg, nou, we gaan nog eventjes naar buiten kijken. De plek op het dakterras waar we altijd zitten. Alleen die deur die klemt een beetje. Je best dan. Jij zet helemaal geen druk. Hij zit op slot. Oh. Dit is buiten. Onze lekkere chill lounge. Hier zitten we altijd om inspiratie op te doen. En natuurlijk een prachtig uitzicht. Nou ja, de editor wel een foto in. Niemand heeft dat door, joh. Zie je niet, joh. Ja? Oké, nou dat is een beetje de stuur. Als jij naar andersom loopt, dat is mooi. Ik achteruit? Ja, achteruit en dan loop ik naar jou toe. Dat is goed. Dit is echt... Zo? Ja, mensen vinden dat mooi. Oké, dit is een beetje... Doe je joh, gek. Pas op. Er staat een prullenbak, hè? Sorry. Zo. Ja. Dit was de roomtour van de Gladjakkers. Ik hoop dat je genoten hebt. En heel veel geleerd in ieder geval. Dus... Houd een beetje de camera scheef. Ja. Dit was de roomtour van de Gladjakkers. Ik hoop dat je genoten hebt. En kijk, volgende... Doe je het weer, hè? Sorry. Zie je het? Ja, sorry. Ja? Zo recht? Dit is recht, ja. Oké. Okay. Zo... Prima. Dit was... Wat was dit? Roomtour. Ja. Dit was de roomtour van de Gladjakkers. Ik hoop dat je genoten hebt. En kijk volgende week woensdag om 7. De expressie van de kunst, de uitingen van de kunstenaar zijn terug te vinden in de diverse vormen en kleurcontrasten gebruikt door de kunstenaar. Hier, bijvoorbeeld, de rondingen, de expressie naar de toekomst, naar voren komen, druk naar voren op de toekomst. Hier, de herleven van van de kunst gaat hier op instabiliteit inspelen. Zie je dat? Hier niks, hier een voetstuk, prachtig. Dit ook. Blauw, rood. Totaal verschillend, maar toch zo samenhangend. Dit. Oh, kijk eens, hier zo'n bloem. Dit is een Gradia bloem. Goleria. Met de omweg naar het oneindige. Prachtig. Deze kant ook. Groen. Hier, de streep naar het... Huh? Wat gebeurt er? Een storm of regen. Hier, groen. Blauw. Met combinatie van de prachtigheid van de dood. Die onder je schoenzolen de graszone insijpelt. Hier, dit blauw, rood, groen en nog zo'n kleur. Helemaal gewirr van wat op wisselmoest. In één grote onduidelijke brei van inspiratie. Ja, ja. Snap je? In het midden, dat is natuurlijk dan de vicieuze cirkel die het leven
voor moet stellen. Met onderin natuurlijk zwart, de dood. En het groene is van de natuur, alles wat groeit. En dat is het contrast daartussen met de zuurstof van het blauwe. Dat is mooi neergezet. Dat, ja. Maar dit? Ja, dat groene. Ja. Dat is stift. Ja, dat klopt wel. Maar de betekenis erachter, dacht ik... Waarachter? Er is een betekenis achter een cirkel. Cirkel is groene cirkel. Niks meer, niks minder. Oké, ja. Dit, blauw. Hoe zuurstof, kom je erop? Het is gewoon stift. Hier. Niks zuurstof. Hier, deze cobra-beweging, 19e eeuws. Verlenging naar het onbekende. Je weet niet waar het hele... De kleuren van de vormen. Nee, kut. Ja, kijk, de grondbeginselen van de kunst liggen in het kleurgebruik. De astronomie van de... De rondingen die ook hier zou terugkomen, teruggebracht op papier. Oh, kut, ik ging naar de camera. Kunst is de benadering van het leven op eigenlijk heel ongewone wijze. Kijk... Dat is toch ook op praat. Kunst is verlenging. Kunst is beide helft. Kijk, kunst is natuurlijk... Het ding gaat heel net los. Kijk, de esp... Fancy. Dit hier. Met dit zo... De tunnel naar geluk. Hier. Kijk, de expressie. De expressie. Espresso. De expressie van de kunst ligt in de combinatie van het inlevingsvermogen van de kijker. In combinatie met de combinatie van de combinatoriek van de figuren. Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld... Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit... en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.